Ik zit de muffins te maken. Yummy, yummy, yummy. Nou, dat niet aan papa laat zien. Even klappen. Nou, Lucella die doet even een slaapje in haar bedje. Ze was toch nog best wel helemaal moe van het kinderdagverblijf. Want ze had daar niet geslapen. Dus Luan en ik gaan even samen. Wat gaan we doen? Muffins maken. We gaan samen muffins maken. En dit keer niet van een kant-en-klaar plakpakje. Want dat heb ik niet in huis. Dus ik moet even creatief zijn. Ik heb even hier een muffin recept opgezocht. Dat is, jullie weten welke site, Laura's Bakery. En heb ik even zo'n basis muffin receptje. Toevallig had ik alles in huis, behalve de baking soda. Dus ik ga het gewoon proberen met iets meer bakpoeder en geen baking soda. Maar ja, het zal wel goed komen. En ik zal jullie even laten zien wat je ervoor nodig hebt. Nou, hier hebben we 120 gram suiker, 300 gram bloem. 1 eetlepel bakpoeder. En nou, ik heb dus geen soja, baking soda. Een snufje zout. Maar dat moet dus nog wel ook, een snufje baking soda. Een snufje zout. 2 eieren. 250 ml melk. Ik heb sojamelk. En 220 ml olie. Olijfolie is dit. En 2 theelepels vanillesuiker extract. Dus die heb ik ook. En ja, muffinvormpjes. Ik gebruik trouwens altijd deze muffinvormpjes. Gewoon van die, niet van die wegwerp muffinvormpjes, maar van deze rubbervormpjes. Ik vind ze zo ontzettend handig dit. Ik heb het een keertje uitgevonden. Volgens mij heb ik deze van de Action of zo. Ik weet het niet eens meer. Wat ga je doen? Ik denk dat ze geen mayonaise. Oh, goed zo jongen. Dus ik gebruik altijd deze muffinvormpjes. Die kun je gewoon weer hergebruiken. En je haalt de muffin er echt super handig uit. Ik denk het bij de Action. Ja, was bij de Action. Ja, weet niet. Bij de Action of was bij de Zeeman. Volgens mij was dit bij de Zeeman. Maar volgens mij kun je ze ook bij de Action halen. Super handige muffinvormpjes. Dus we gaan hier eens een poging aan wagen. Het maken van muffins is kinderlijk eenvoudig, staat er. Nou, ik ben benieuwd hoe kinderlijk eenvoudig. De eieren en de zonnebloemolie en het vanille-extract en klop met een garde. Voeg de inhoud beide kommen bij elkaar en spatel het door tot één geheel. En dan wordt het netjes. Dan wordt het zo helemaal rond. Nou, we hebben hier dus 2 kommen. Eerst gaan we dus het ene alles mengen in de kom. Jij heeft alleen maar je nek. Ja, dat maakt niet uit. Als ze jou maar zien, hè? Ja. Wat is dat? Dus doe de suiker. Pak de suiker maar. Wat is de suiker? De suiker? Nee, dat is een bloem. Oh. De suiker. Ja. Nou, doet hij maar in de kom. Helemaal leeg? Ja, helemaal leeg. De bloem. De bloem moet er ook bij. Bloem? Is dat de bloem? Ja, doe er maar in. Heel goed. Goed zo. Je deed het goed. En dan moet de bakpoeder erbij. Dat is deze. Dit is de bakpoeder. Oké. Heel goed. En even kijken, bakpoeder en zout. Zout is die, maar dan moet je een klein beetje doen. Ja, doe maar iets meer nog. Ja, oma, dat was iets te veel. En dan even goed roeren. Nou, hier. Roeren? Ja, mag je goed roeren. Roeren, roeren, roeren. Goed zo. Gaat heel goed, jongen. Oké, en nu gaan we een andere kom pakken. Nou. 1. Moet je ook wel een beetje roeren, hè? Ja, en nou de melk. Pak de melk maar. Melk? Ja, die staat daar ook. Waar? Daar, in die kan. In die kan? Ah, daar. Ja, goed vasthouden, hè? Ja. Oké, doe die er maar bij. Goed zo. Olie, pak de olie maar. Waar is de olie? Voorzichtig, hè? De olie erbij. Ja. En vanille extract of de suiker doe ik dan al. Ja, stop maar. En dan het laatste potje nog. Ja, doe er maar bij. Goed zo. En nu weer even roeren. Oké. Alles goed op elkaar doen, hè? Ja, heel hard. Kan je goed hoor. Voeg de inhoud van beide kommen bij elkaar en spatel het door tot één geheel. Dit mag echt klonterig zijn. We moeten het even in deze bak doen, want deze zijn te klein. Wacht even.
Doe die, maar, die ook maar erbij. Oh, oh, wacht, 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 wacht. Rustig. Ja. Lepel en rustig doorroeren. Rustig, hè, rustig. Ja. Rustig doorroeren, Luc. Jongens, ik ben benieuwd hoe dit gaat lukken. Ik heb dit nog nooit gedaan, als ik heel eerlijk ben. Ik vind altijd het gemak van het pakje. Maar ja, als je het niet in huis hebt en je kind wil graag muffins maken, dan heb je er nou eenmaal alles voor over. Nou, het wordt op zich al wel een lekker deeg. Wordt een lekker deeg van? Mm-hmm. Het deeg ziet er nu zo uit. En ik moet zeggen dat het er best wel goed uitziet nou voor muffindeeg. Dat is wat harder. We gaan dit nou in muffinvormpjes doen. Ik zit de muffins te maken. Yummy, yummy, yummy. Nou, dat niet van papa laten zien. Even klappen. Kijk, deze lepels. Ik doe altijd die muffins inscheppen met zo'n, wat is het, een shoelepel. Dat is heel erg handig. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het deeg wel echt heel goed eruit vind zien voor zelfmaakdeeg, zeg maar. En het verbaast me dat het eigenlijk super makkelijk is om te maken. Eigenlijk net zo handig als in een pakje, maar dan maar, zelf gemaakt. Maar dan hoef je niet met een mixer te doen. Nee, nee, dat klopt. Je hoeft niet met een mixer te doen. Je kunt het gewoon zo omscheppen. Ja. Dat is handig. Dat is handig. Wat zet je die muffins mooi neer op de bakplaat? Ja. Netjes hoor. Ja. Nou, Luan gaat het beslag in de muffinvormpjes doen. Die hij heeft neergezet. Hij wilde ook die drie hoekjes erbij. Ik ben heel benieuwd. Kijken hoe die dat doet. Kijk, hij gaat heel secuur te werk. Je moet een iets grotere schep nemen, schatje. Dit is een beetje te weinig. Een grote schep. Ja, grote schep. Tot. En dan, op, erin. En ja, omdraaien. Goed, zo. Net als een ijsjes maken. Ja, kijk. Pak je een grote, goed kijken, hè. Grote schep. Zie je dat? Doe je even een beetje zo. En dan doe je zo. Floep. In een bakje. Zie je dat? Even een beetje uit laten lekken. Hop, en dan gaan we weer naar de volgende. Zo, alle muffinvormpjes zijn gevuld en nu kan het de oven in. En wie zit daar te snoepen? Betrapt! Betrapt! Mm. Is die al lekker? Ja? Ik ben alleen maar Luan. Proeven. Schatje. Prachtig jaartje, elke dag. Zingen. Blij, blij, blij. Even aanzetten. Goed zo. Zo? Ja, en dan die ook omdraaien naar daar, naar de 200. 200? Ja. Dan moet je in de oven en dan moet je wachten en dan kun je ze opeten. Je moet 20 minuten in de oven, kijk. Op 200 graden. Ja, en ik ga me even wachten. Toch? Is dat jullie niet kunnen ruiken, mama. Maar het ruikt meer toch lekker? Mama, ja, strekje. Zullen we ruiken? Oeh, voorzichtig hè. Oeh. Mm, dat ruikt lekker. Dat ruikt lekker. Maar zijn ze al klaar voor niet? Ik denk het wel. Nou, ik vind ze nog een beetje lichtjes. We zetten hem nog eventjes goed aan. Dat ze nog iets goudbruiniger kunnen worden. Maar ze ruiken al lekker. Dus daar ligt het niet aan. Nou. Hm? Wat is het? Nu zijn ze klaar. Ah ja, hij vindt dat hij te lang moet wachten. Maar jongen, het is nog niet klaar. Zie? Het duurt zo lang. Het duurt zo lang. En ze zijn klaar. Lekker, lekker. Nou, inmiddels zijn de muffins al afgekoeld. En ligt Luan hier lekker het vlogje van zijn zwemles aan het kijken. En hij is lekker de muffin aan het eten. Is hij goed gelukt, Lu? Ja, wel een beetje heet. Is hij nog wel een beetje heet? Maar hij is wel lekker? Maakt het maar niet uit. Maar wel lekker. Ja, wel lekker? Ja. Nou, hartstikke fijn. Ja, dan wil ik natuurlijk ook wel even proeven. Dus ik ga er ook even hier eentje uithalen. Kijk, zo makkelijk haal je ze dus uit die dingetjes. Dan kun je gewoon weer wassen en weer opnieuw gebruiken. En helemaal geen papier, niks eraan. Ik vind het echt ideaal, die dingetjes. Maar hij ziet er goed uit. Lekker goed, stevig. Oh. Dit is super lekker. Ik heb er trouwens geen versiering op, want dat heb ik niet in huis. Dan zal ik het wel leuk bekleden. Kun je altijd nog doen. Of smolten chocolade overheen. Of van die versiezeltjes. Maar ik heb niks om het te versieren. En Luan vindt het altijd zo. Vindt hij het lekkerste. Maar ze zijn prima gelukt, hè. Hey, goed gedaan, Lu. Hartstikke goed gedaan. Nou, Lucilla is inmiddels ook weer wakker. En ze eet even een lekker muffintje die ze van Luan heeft gekregen. Mama. Ja. Die heeft Luan gemaakt, hè. Is die lekker? Lekker muffintje? Is het lekker muffintje?